Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Wij zitten vandaag lekker in de uienlucht, want wij gaan vandaag zilveruitjes rooien. Mijn naam is Victor, achter de camera, Zet Niels. Nou, dit is voor dit werk gewoon een ideale machine, omdat je de bek voor de rupsen hebt. Dus je kunt dit als een combine, je kunt overal maar alle kanten op. En je maait maar voor je voeten weg en hupsakee. Ja. Zo open ik een perceel ook. Ik doe even 3 slagen naast elkaar, dan kan de keeper ernaast, hup, kun je lossen. En dan ga ik die kant op, weer 3 slagen ernaast, keeper ernaast, lossen. Die kant op, 3 slagen ernaast, aan het eind een stukje, keeper ernaast, lossen. En dan tot je een vierkantje hebt, zeg maar, dan rij je 4 keer helemaal rond. Dan kan ik de perceel lossen. Gast, die gebruik je om bijvoorbeeld matsnelheden te veranderen, schuddersnelheden te veranderen. Goed, dan hoef je in principe zo tijdens het rooien, of als je eenmaal de basisafstelling hebt, zeg maar, hoef je daar niet zo heel veel meer aan te doen. Maar als je naar een ander perceel toe gaat, dan wil je dan wel eens een keer de mat wat langzamer of wat sneller en schudden wat meer of wat minder. Ja, dus een beetje grondafhankelijk, zeg maar. Ja. Die kijkt om je heen, die trekt aan het sturen en je zit gelijk een halve meter die kant op. En je kunt gewoon je optimale werkbreedte gewoon benutten. Ja. Dat scheelt ook veel. Want het is echt een volveldsmachine, het is geen bed, zeg maar. Nee. Je ziet ook, het is allemaal uien. Er zit geen paadje in behalve de spuitsporen. Ja. En wat is het grote verschil tussen, want dit zijn zilveruien. Zilveruien. Waar zijn deze uien uiteindelijk ook weer voor? Gewoon die komen die stoppen ze in het potje, en in het zuur. En die, als je dat lekker vindt, eet je ze op. Ik vind je wel lekker altijd. Nee, ik niet. Ik vind ze niet vreemd. Nee? Ik ben er 5-6 weken per jaar mee bezig, maar ik eet er geen eentje. Het zijn een soort van poetsers die erop zitten, of het is niet een klap? Ja, het is een ster met volgens mij 8 of 10 messen eraan. En dan zit aan het eind gewoon een plat mes. En die snijdt als het ware het loof eraf. Oké. De uitjes die komen nog met een klein stukje loof aan, komen ze... Ja, dat is de bedoeling. Dat lukt niet altijd, maar dat is wel de bedoeling. Of ik daar zilveruitje die op jaarbasis mooi? Ze hebben ongeveer volgens mij tussen de 230 en 240 hectare. Die ben je al een maand al? Ja, een week of 5-6. Ja. Altijd bij elkaar, want het ligt ook wel eens stil omdat het te nat is of weet ik veel wat. En het scheelt natuurlijk ook veel of dat je grote stukken hebt of kleine stukjes en veel moet er over de weg moet rijden. En, Ja, dat gaat niet zo hard maken. Wij hebben de uien voor vandaag weer gerooid. Vond je de video hartstikke leuk? Geef me even een dikke duim en een reactie hier. Onder. Vergeet van niet te abonneren op het YouTube kanaal arietrader.tv. Ik zou zeggen, tot volgende week. Het was een eigen wil. Eigen wil. Ja, dan dat hij helemaal moet zakken, dan zakt hij maar half bijvoorbeeld, of zakt de klappen niet, of even wat. Dan heb ik ook een eigen wil. Misschien heeft dat over jou geleerd. Compenseert dat wat?